Nou ja, ik kan me nog wel als de dag van gisteren herinneren dat wij te maken kregen met de pandemie. Dat was in maart en ongeveer nou ja, 2 jaar geleden, zeg maar. En ja, dat was gewoon een compleet nieuw fenomeen voor iedereen in de wereld. Dus ook voor ons. Ja, dat was in eerste instantie gewoon wel zoeken naar maatregelen die we moesten nemen om te zorgen dat nou ja, in ieder geval de mensen binnen ons bedrijf niet besmet zouden raken met dat virus. Dus we zijn in een soort rap tempo, een soort draaiboek gaan schrijven om dat te verwezenlijken. En we hebben met name gekeken in eerste instantie ook wat er in gevangenissen in Nederland gebeurde op dat moment. En natuurlijk hebben we ook gekeken naar wat de gezaghebber hier voorstelde. Dus we hebben nou, eigenlijk zolang de pandemie rondwaarde en nog steeds gekozen voor een tweesporenbeleid. Enerzijds van wat doet men in de gevangenis in Nederland en wat doet men hier op het eiland. Natuurlijk, onze gevangenissen vergelijken met die van Nederland zijn toch verschillend. Ja, dat is zo. Maar kijk, zo'n virus is niet verschillend. Dat heeft niet dezelfde, dat heeft gewoon dezelfde uitwerking overal in de wereld. Dus die maatregelen, die kun je wel van elkaar overnemen. Het is zo dat je inderdaad te maken hebt met een andere wereld. Hè. Nederland is Bonaire niet en andersom. Dus we hebben wel gekeken van oké, wat is toepasbaar op Bonaire? En nou ja, wat belangrijk was, dat wij in ieder geval de controle hielden over wat er inging en wat er uitging om die besmettingskans zo klein mogelijk te houden. En hoe ging het? Nou ja, dat was in eerste instantie nog inderdaad zoeken. Want eigenlijk was het zo dat we de deuren dicht moesten doen. Nou is het in een gevangenis wel gebruikelijk dat de deuren dicht blijven. Maar in dit geval was het zo dat we eigenlijk geen mensen meer van buiten toe mochten laten in deze inrichting. En dat had natuurlijk direct ook gevolgen voor bijvoorbeeld het bezoek van gedetineerden. Een gedetineerde heeft recht op bezoek en we moesten gewoon ook nadenken van ja, hoe kunnen we toch die contacten met de buitenwereld behouden zonder dat mensen daar besmet raken. En dat heeft met name geleid tot het digitale bezoek. Dus naasten van gedetineerden mochten niet meer in het gebouw, maar we hebben toen wel gezorgd dat we via digitale verbindingen toch contact konden houden met het thuisfront. En hoe was de reactie van de gedetineerden hierover? Nou ja, zij hebben, moet ik zeggen, heel goed met ons samengewerkt. Want zij waren natuurlijk ook bang dat ze besmet zouden raken. En je moet je voorstellen dat je binnen de muren, als je daar een besmettingssituatie krijgt, dan kun je eigenlijk geen kant op. En dat is in de buitenwereld al ontzettend moeilijk, maar hier is dat nog veel moeilijker. Dus zij dachten ook met ons mee. Zo van, nou, hoe kunnen we dit nou gewoon het hoofd bieden? En dus die samenwerking die was uitstekend.